Goedemorgen, welkom op het webinar. Mijn naam is Wim Lieves en ik ga jullie vanochtend de definitieve versie tonen van mijn nieuwe Vola Open strategie. Als een paar mensen onder jullie mij al een teken kunnen geven dat jullie mij goed horen en dat het beeld duidelijk is, dan gaan we onmiddellijk van start. De meesten onder jullie kennen het principe. Dit is een webinar, wordt ook opgenomen. Jullie kunnen ondertussen ook vragen stellen. Er zal ook nog een mail gestuurd worden vandaag, waarin dan de informaties staan, hoe je die strategie kan aanschaffen, of als je vragen hebt om mij te contacteren. Dus dat kan allemaal. Dank u, dank u. Dus ik zie dat alles werkt. Ook zeer talrijk vanochtend. En dat doet natuurlijk veel plezier. Goed, wat doen we vanochtend? Vanochtend leg ik de strategie eigenlijk uit van A tot Z. Niet dat dat heel veel is, maar ik wil gewoon zo volledig goed uitleggen. Het is ook deze opname die zal dienen als backup eigenlijk voor mensen die met de strategie al handelen. Er zijn een aantal aanpassingen geweest de laatste weken, in de goede zin dan. En ik denk nu dat we mogen zeggen dat we met deze strategie echt geland zijn. Dus vandaar het webinar vandaag. Goed, we zullen er eens aan beginnen. En velen onder jullie kennen ondertussen ook al de WL0800 breakout open strategie. Voor de goede orde, dit is niet dezelfde strategie. Wat we nu gaan zien is een andere strategie. Die 8-uur breakout strategie die is gebaseerd op het principe dat de openprijs heel vaak in de buurt ligt van het hoogste of het laagste punt van de dag en probeert natuurlijk die beweging mee te nemen. Dat gaat natuurlijk ons bij deze strategie ook helpen. Maar wat deze strategie vooral probeert te doen, is die probeert wanneer de markt echt komt, dus voor de goede orde om 9 uur 's ochtends of om 3:30 in de namiddag voor de Amerikaanse markten, zit je vaak met veel volatiliteit. Er liggen vaak orders klaar, de markt is tamelijk impulsief, tamelijk volatiliteit bij de open. Mensen die een beetje ervaring hebben op de beurzen weten dit. Wat gaan wij proberen te doen met deze strategie? Wij gaan proberen die eerste impulsbeweging of bewegingen mee te nemen. Dat is de basisidee van de Vola Open strategie. En uiteindelijk, in een notendop, wat kan er gebeuren? Laten we zeggen, 's ochtends of in de namiddag, als de markt opent. Ik heb dit met opzet niet vertaald, omdat ik dat eigenlijk niet zou weten hoe ik het moet doen. Maar dat zijn gekende termen. En jullie zullen het gemakkelijk begrijpen. Eigenlijk kunnen er drie zaken gebeuren. Ofwel heb je de markt die opent en hij vertrekt in een bepaalde richting, naar boven of naar beneden. En je ziet hem niet meer terug. Is voor ons vaak zeer frustrerend, omdat we aan de ene kant een zeer mooie beweging zien, maar aan de andere kant tot het besef komen dat we niet ingestapt zijn. Dat is iets wat veel mensen waarschijnlijk wel zullen herkennen. En goed, dit is wat men eigenlijk noemt de open drive. Dat wil zeggen, de markt opent en het is vertrokken in één richting en vaak voor een grote rit. Een andere, tweede mogelijkheid is de open reject drive. Dat wil zeggen, de markt vertrekt in één richting, maar loopt niet door. Draait tamelijk snel, maar loopt dan wel zeer sterk in de andere richting. Dat is dus de open reject drive. Is dus een soort van test, gevolgd door hoge volatiliteit in de andere richting. U ziet het voorbeeld hier op het scherm. Dit is een andere mogelijkheid. Natuurlijk heb je dan ook de mogelijkheid, en vooral in de voormiddag zien we dit toch regelmatig op de DAX bijvoorbeeld. Dat is de
open auction, waar je eigenlijk de markt hebt die weinig volatiel is en die gewoon maar een klein beetje heen en weer beweegt. Voor ons natuurlijk minder interessant, is ook iets dat in de namiddag, vooral ook op aandelen, dat je veel minder gaat hebben. Maar in de voormiddag op de DAX bijvoorbeeld, of de mensen die dit zouden willen toepassen op de CAC of de Eurostox, daar ga je dit wel hebben. Maar dat zijn dus grosso modo de drie mogelijkheden die je hebt. Nu, wat is de filosofie of het basisidee van deze strategie? Dat is heel eenvoudig. Wat we gaan doen, is een open prijsrange opbouwen met een instrument. En die open prijsrange is gerelateerd aan de ATR van de eerste 60 minuten. Dus aan wat we weten dat de gemiddelde beweging is in de eerste 60 minuten na marktopening. Dus concreet, wat wil dat zeggen? Hoeveel beweegt de DAX bijvoorbeeld tussen 9 en 10 uur? Hoeveel beweegt de Nasdaq tussen 3:30 en 4:30? Dus dat zijn waarden die ons interesseren. En ik zal u dat even tonen. We gaan die terugvinden. Daarop gebaseerd gaan wij een open kanaal of een open prijs range gaan opbouwen. En je zal het wel zien natuurlijk. Die open prijs range is natuurlijk kleiner dan wat we normaal gezien als beweging kunnen verwachten. En dus de facto hebben we een zeer interessante risk-reward situatie. Dat zie je hier. Ik toon het ook eens in procenten. De open price range die zal ongeveer 10 à 20% zijn van wat we normaal gezien als beweging kunnen verwachten het eerste uur. We hebben daar in het platform statistieken van. We weten dat. Daar nemen we 10 à 20% van. En dan zul je zien, money management kom ik straks op, heb je de eerste target die ook ongeveer 2 keer die waarde ligt. Maar daarover straks meer. Maar nu is zeer belangrijk te begrijpen dat die open range altijd zo opgebouwd wordt in functie van de volatiliteit van het eerste uur. Goed, dus hier ziet opnieuw de verhoudingen, maar daarover straks meer. In het NanoTrader platform, en ik zal jullie dat straks tonen, hebben wij een indicator of grafiek of studie, noem het hoe je wil, en die heet de Hourly Volatility Histogram. Voor elk instrument kun je dat oproepen. En wat dit ding eigenlijk doet, en dat is tamelijk interessant, veel mensen kennen het niet, is aantonen hoeveel een instrument gemiddeld beweegt in een bepaalde tijdzone. Dus wat je hier ziet op deze grafiek is een uurgrafiek. En daaronder zie je de histogram en die ga ik nu even uitleggen. Kijk goed. De tweede staaf die je daar ziet, dat is natuurlijk de, hoe zal ik zeggen, volatiliteit van het tweede uur van de dag. En de mini-DAX, het eerste uur is tussen 8 en 9, het tweede uur is tussen 9 en 10. Dus dit is de volatiliteit vanaf 9 uur. Nu, je ziet ook onmiddellijk, en dat is niet onlogisch, wanneer de volatiliteit van een instrument het grootste is. Is niet onlogisch natuurlijk dat voor de DAX dit het tweede uur van de dag is. Als de markt echt opent tussen 9 en 10 uur. En inderdaad, in dit geval, het voorbeeld, had ik dat op 100 dagen berekend. Vaak doe ik dat op 240 dagen, maar geloof mij, de waardes die liggen tamelijk dicht bij elkaar. Dus dat maakt niet zoveel uit. En wat ga je dan zien? Kijk goed rechts, dan zie je dat de waarde van die staaf gaat ons een waarde geven rechts van 0,53. En wat wil dat zeggen? Dat wil eigenlijk zeggen dat dit instrument tussen 9 en 10 uur 0,53% van zijn waarde beweegt. Dus hier, op het moment dat ik deze slide gemaakt heb, stond de DAX nog op 12.830. Dat wil zeggen dat we weten dat gemiddeld genomen de DAX
tussen 9 en 10 uur 0,53% van zijn waarde beweegt. Dus als je dat gaat uitrekenen, dan kom je op 68 punten. Dus je weet, statistisch genomen, dat dat ongeveer de volatiliteit is die je dan kan verwachten. En dan natuurlijk gaan we verder. Dan weten we hoeveel dat is. Wat doen we dan? Ja, dan gaan we ons open prijskanaal dusdanig gaan opbouwen dat dit ongeveer 10 à 20% is van die 68 punten. En dan krijg je deze waarden. 7 à 14. Heel eenvoudig, is natuurlijk al voorgeprogrammeerd voor een hoop instrumenten, maar het is toch altijd belangrijk dat de mensen weten wat dat daar achter zit. En ook, zeer belangrijk, en dat zullen we straks eens dan live doen, zullen jullie zien dat je dit dan ook effectief voor elk aandeel zelf kan gaan uitrekenen. Want het is absoluut niet moeilijk. Je moet gewoon een aandeel oproepen, die grafiek gaan bekijken, hourly volatility index, en dan kun je gaan omrekenen hoe je dat instrument moet gaan instellen. Maar dat toon ik u zelfs wel. Maar goed, dit althans over de basisidee achter de strategie. Nu natuurlijk, wat is het grote voordeel nog, vind ik persoonlijk, van de nieuwe ontwikkelingen die we hebben met platformen en zo verder. En dat weten de meesten onder jullie. Dat is dat je kan handelen met kaarsen die gebaseerd zijn op beweging. En dit is ook zeer belangrijk in deze strategie. Waarom? Omdat ik heb zeer lang geleden, dat zal ongeveer bijna 20 jaar geleden zijn, handelde ik ook al zeer graag open strategieën. Maar dan moest ik mij natuurlijk behelpen met tijdgrafieken. En dat was vaak op Amerikaanse markten, tussen 3:30 en 4:00 bijvoorbeeld te open. Maar ja, dan had je geen controle over de grootte van de open range. Want het kon bijvoorbeeld zo zijn dat zich tussen 3:30 en 4:00 de markt heel fel bewoog. Ja, dan had je dan een gigantische afstand eigenlijk waar het nog moeilijk was om in te treden. En dat heb je hier niet, want met bewegingskaarsen kan ik er natuurlijk zodanig voor zorgen dat dit open kanaal maximaal een bepaalde grootte heeft. En de facto mijn risico veel beter gaan managen en controleren. Daar gaat het om. Dat is de essentie van de zaak. Nu, je hebt verschillende bewegingskaarsen. Je hebt de range bars, Renko bars, die door velen gekend zijn. En ik heb natuurlijk mijn eigen kaarsen ook ontwikkeld, de WL bars, die ik in deze strategie gebruik. Waarom? Omdat dat kaarsen zijn eigenlijk die eigenschappen gaan combineren van verschillende kaarsen van Heikinashi, Range en Renko bars. Dus je hebt zowel het feit dat ze allemaal even groot zijn, elkaar netjes overlappen, omdat je dan mooie trends kan zien, en ze tonen mooi de highs en de lows aan. Dus het zijn kaarsen eigenlijk die geprobeerd hebben het beste van die verschillende kaarsen te programmeren of te combineren. En hoe zijn ze geprogrammeerd? Wel, ze zijn eigenlijk op elkaar geprogrammeerd. Maar jullie zien het niet. Ja, dat gebeurt op de achtergrond. Nu, het grote voordeel nogmaals in deze strategie is dat ik perfect kan weten wat mijn maximum risico is wanneer ik instap. Dus dat is belangrijk. Ja. Er gaat hier een alarmje afgaan bij mij. En ik zie het nu net op tijd. Waarom? Omdat ik alles ingesteld heb op 9 uur. Ik zal het afzetten. Ja, ik had het juist op tijd gezien. Omdat hier op de achtergrond lopen al wat strategieën. En ik zou dat graag jullie toch al live willen tonen. Ja. En dan gaan we even verder. Het is nu 9 uur. Hè. En dan gaan jullie zien hoe dat loopt. En jullie zien hier bijvoorbeeld al, kijk, dat de strategie al aan het lopen is. Dat ziet er zo uit. Hè. Je hebt die oranje achtergrond wanneer het platform begint te draaien. Je ziet ook al hier mooi rechts daar dat driehoekje
waar uiteindelijk de strategie aan het lopen is. Ik kom daar cijfers zeker op terug, maar hier ben ik, even, ik sta hier niet goed, momentje, zo, dat is al beter. Kijk, daar is de strategie ook aan het lopen. Ik kom er cijfers op terug. Ik vond het handig om het toch al eens te laten lopen en jullie te tonen. Dus dit loopt full automatic. Dus de instap is volledig automatisch. En dat maakt natuurlijk de mogelijkheid. Kijk goed hier, de DAX loopt tamelijk mooi. Kijk, zie je dit? Zie je? Daar zitten we met de, zijn we de DAX ingestapt. We liggen 100 euro voor op dit moment. We gaan wel zien hoe het loopt. Daar kom ik zelfs op. Ja? Dus ik zal zelfs wel tonen hoe dat gelopen is. En op de FTSE zit ik short op dit moment. Goed, dus we gebruiken kaarsen, speciale bewegingskaarsen, om dat openingskanaal op te bouwen dat in verhouding ligt met de volatiliteit van het eerste uur. Zover zijn we al. Nu, ook het concept van triaden. Dat zijn eigenlijk market structure highs, market structure lows. Dat moeten jullie gewoon een beetje kennen. Waarom? Omdat dat in deze strategie gebruikt wordt voor money of stop management. En dan is het vooral hier, waar ik nu zit, wat belangrijk is, dat jullie zien dat een triade stop, en daar zullen jullie nog wel van horen, dat die gezet wordt op één keer de spread plus één tick of één punt. En die gaan we gebruiken. Dus wat is zo mooi aan een triade of aan zo'n market structure point, maar dan met kaarsen die even groot zijn? Het is natuurlijk dat iedere keer als er zo'n structuur gebouwd wordt, zullen jullie zien dat het platform automatisch zijn stop zal opschuiven achter die triade. En dat zorgt ervoor eigenlijk dat je een soort van ja, automatisch money management hebt, maar dat naar mijn mening veel beter is dan bijvoorbeeld een trailing stop. Waarom? Omdat een trailing stop is eigenlijk een domme mathematische berekening, terwijl hier de stop echt beweegt in functie van wat er op de markt gebeurt. En het feit dat er een triade is en de markt gaat dan terug in de oorspronkelijke richting, dat wil zeggen dat op dat punt de markt beslist heeft van, als het nu bijvoorbeeld naar boven is, nee, we willen niet verder naar beneden, we gaan toch terug naar boven. En dat maakt het hele verhaal, vind ik, zo waardevol. Ja. En daarom gebruik ik die stop zo graag. Ik heb hem ook zelf ontwikkeld. Goed, nu de strategie in detail. Dus wat gebeurt er? Jullie hebben dat hier nu zelf gezien. Hè? De strategie, dat kanaal wordt opgebouwd vanaf 9 uur. Als we over de voormiddag spreken. Of 3:30. Daar kom ik zelfs nog op. En je gaat dus die open range opbouwen met 4 kaarsen. Ja, dat is zo. Ook de grootte van die kaarsen, dat leg ik jullie straks wel uit. Hoe je die moet bepalen, dat is niet moeilijk. Maar dat wordt dus opgebouwd met 4 kaarsen. Waar dus automatisch uitkomt dat ik maximum 20% kan hebben van mijn volatiliteit van het eerste uur. Het kan ook minder zijn. Het kan ook 10% zijn. Ja, dus het ligt ertussen. Die wordt opgebouwd met WL-bars. Je zal ook zien dat dat kanaal snel opgebouwd is. Je zal zien dat tamelijk snel is. En wat er dus gebeurt, is ook dat je automatisch ingetriggerd wordt. Ja. Die waardes van de kaarsen, dat is een goede vraag, hoe die opbouwen, dat toon ik jullie zelfs. Maar wat er dus gaat gebeuren, één keer als die open range opgebouwd is, gaat er op een bepaald moment, en dat gebeurt vaak zeer snel, een kaars uitbreken uit het kanaal. En als dat naar boven is, krijg je, kijk naar links, zo'n groene verticale paar. Wanneer dat naar beneden is, een rode. En dan is het alarm gegeven om in te stappen. En dan zal het platform automatisch bij de volgende kaars instappen. Dus dat kan in de goede richting zijn, maar ook in de verkeerde richting. Dus als je dan een kaars krijgt, stapt die in.
Automatisch wordt dan de stop gezet aan de andere kant van het kanaal en daarna begint het management. Maar daar zal ik u zelfs meer over vertellen. Maar dus het is heel eenvoudig. 9:30 wordt dat kanaal opgebouwd met 4 kaarsen. Wanneer je een breakout hebt naar boven of naar beneden, de volgende kaars wordt je ingetriggerd. Nu, inderdaad, je kan ingetriggerd worden naar boven en naar beneden. Je kan ook ingetriggerd worden, eerst naar boven uitgestopt worden en dan terug naar beneden. Denk aan reject open drive. Dus dat kan allemaal. Nu, hoe is het ingesteld, geparametreerd? Het is zo ingesteld dat we 2 keer long instappen en 2 keer short. Ja? Of dat er 2 alarmen zijn, long en 2 alarmen short. Ik kan ook, of jullie kunnen ook die waardes aanpassen. Ik kan ook zeggen, van ja, ik wil het 3 keer of 4 keer, dat kan. Maar de basis setup is 2 keer. Ik zal jullie ook zelfs tonen hoe je dat kan aanpassen. Dus dit is de entry. Dat is zeer eenvoudig. Hoe wordt het systeem gemanaged? Wel, je hebt een 1 stop en 2 exits. Ja, je ziet hier duidelijk hoe dat eruit ziet. Je ziet hier dat dunne, open kanaal. En dan zie je eerste target en helemaal bovenaan het tweede target. En het idee is natuurlijk altijd hetzelfde. Het principe moet altijd zijn, om een volgens mij goed trading systeem te hebben, dat wanneer je verliest, dat klein moet verliezen. En wanneer je wint, je zal ook vaak klein winnen, maar dat hoort er ook bij. Maar dat wanneer je 1 keer op 5, 1 keer op 4 echt serieus wint, dat is uiteindelijk wat het verschil maakt. Dat businessmodel komt altijd terug. Nu, er zijn 2 typen van money management die de mensen die zich daarvoor inschrijven krijgen. Je krijgt een semi-automatische versie en een volautomatische versie. En dat moet ik even uitleggen toch, want het semi- en het volautomatische slaat op het money management. Dus het slaat niet op de entry, want de entry, de inname van de positie, is altijd automatisch. Waarom? Het gaat niet anders, want het gaat veel te snel. Je kan dit manueel krijgen, dit eigenlijk niet voor elkaar. Het platform doet dat veel beter. Maar je kan ervoor kiezen om te zeggen, kijk, ik wil mijn positie door het platform volautomatisch laten managen. Bijvoorbeeld als je zelf niet de kans hebt om voor de computer te zitten, dat is geen probleem, dan doet het platform dat zelf. En hoe doet het platform dat? Dat is heel eenvoudig. Van het moment dat je ingestopt bent, wordt stop geplaatst aan de andere kant van het kanaal. Wanneer natuurlijk de markt in de verkeerde richting gaat en je wordt uitgestopt, ja, dan word je uitgestopt. Hè? Zo simpel is het. Wanneer je het eerste target haalt, schuift de stop op break-even. En vanaf dan wordt dat een triadenstop. En ik zal u dat zelfs tonen op een simulatie, dan kunt u dat eens visualiseren hoe dat eruit ziet. Ja? Dus ik zal dat zelfs versneld doen op een simulatie. Dat is altijd goed, dan zien de mensen dat is. Ja? Ik ga het zelfs doen. Semi-automatisch, dat is nee. Ik wil niet dat mijn stop management automatisch is. Ik wil zelf de controle. Wat gebeurt er dan? Van het moment dat je ingestopt wordt, wordt er een klikstop gezet. Ongeveer aan de andere kant van het kanaal. En dan kun je hem zelf opschuiven. Ja, dan doe je ermee wat je wil. Je kan daar ook een tactics tool in steken. Dat is een schitterend tool. Dat kun je ook doen. Maar dan heb je zelf de mogelijkheid om je stop op te schuiven. Dus die 2 mogelijkheden zijn er. Er zijn op dit moment toch al heel wat mensen die hiermee handelen. En ze krijgen steeds de 2 versies. Dus je krijgt bijvoorbeeld op de DAX CFD krijg je 2 versies. De semi- en de volautomatische. Zo is dat voor alle instrumenten. Oké, nu, dit wil ik even tonen op een simulatie. Kijk goed.
Dat is volgens de filosofie van een beeld zegt meer als 1000 woorden. Daarom doen we dat zo. Wat ik nu ga doen, ik ga natuurlijk een boel truceren, om het zo te zeggen. Ik ga het uur hier aanpassen. Dat stond ingesteld op 8:30. Het is nu 9:10. Dus ik ga daar nu 9:11 in zetten. Kijk, zie je dat? Zo. En het staat op oude orde. En dus wat gaat er nu gebeuren? Ja, heel eenvoudig. Om 9:11 gaat die beginnen lopen. En dan ga je dat wel zien hoe dat gaat. Ziet, derde kaars. Hij gaat naar beneden. En nu breekt hij bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, naar beneden. En we zijn ingestopt. Zie je dat? Kijk. En als je nu, als die eerste target gehaald wordt, dan gaat die stop automatisch opschuiven. Kijken. Ja. Wachten. En kijk nu goed, wanneer die dus gehaald wordt. Is gehaald, heb je gezien? Stop is onmiddellijk opgeschoven naar break-even. Dus hier kunnen we niet meer verliezen. En nu krijg je een triade stop. En hoe ziet dat eruit? Kijk. Dus bijvoorbeeld de markt gaat wat naar beneden. En zie je deze triade? Jullie zien mijn cursor. Zie je deze triade? Daar heeft hij zich achtergezet. Ik zal er nog eens eentje maken. Ja. Momentje. Zo. Kijk. Bijvoorbeeld de markt gaat naar beneden. Hij gaat even naar boven. Hij gaat terug naar beneden. En dan schuift hij automatisch op. Dus iedere keer als je, hoe zal ik zeggen, een terugbewegingsje hebt, een mini-correctie of een aarzeling, dan schuift die op. En dan blijft die gaan tot, ja, ofwel die target gehaald wordt. Die target is dusdanig ingesteld dat die eigenlijk 2 keer is wat je normaal gezien kan verwachten. Nu, het gebeurt dat die gehaald wordt. Je kan natuurlijk ook zeggen, als je voor je computer zit, want dit kun je ook spelen zonder dat je ervoor zit, dat is dan natuurlijk gezegd van, ja, ik zou nu toch liever de controle nemen over mijn positie. Nu, dat kan, maar je kan niet terug. Dus wat je bijvoorbeeld kan doen is zeggen van, kijk, ik had het hier ingesteld boven op auto order. Dus dat wil zeggen, het platform treedt full automatic. Wat ik ga doen is, ik zet het spel af. En dan doe ik dit. Ik zeg desactiveer. Maar nu is mijn positie niet beschermd. Dat wil zeggen, nu ben ik verplicht om daar zelf een stop te gaan inzetten. Dus ik pas mijn ordervolume aan naar 2. Want ik had 1 lotje verkocht en ik heb er nog 2 staan. En nu, ik ben short, dus ik ga daar een stop buy order in leggen. Wat doe ik dan? Kijk. Een ogenblikje, zo. Dus ik neem bijvoorbeeld hier, ik klik daar, hè, kijk goed, zo. Ik zet daar een order in. En dan pak ik die vast. En ik zet die gewoon daar, ik zeg maar iets, ik wil die bijvoorbeeld juist boven de 11.000 zetten. Daar, voilà. En zo kan ik dat dan. Maar ik kan nu niet terug naar full automatisch, dat gaat niet. Dus je kunt op een bepaald moment zeggen, amai, dat heeft hier goed gelopen. Nu zou ik zelf de controle willen overnemen. Of je ziet dat die gevaar dichtbij komt, je tweede target, en je denkt dat er nog meer in zit. Geen probleem. Je schakelt het systeem op manueel en je neemt zelf de controle. Dus dat kan altijd. Ja? Dus ik wil nu ook nog eens, ik zal dit nu nog een keer even uitzetten. Zo. Ik ga het nu nog eens laten lopen. Ik zet het opnieuw op auto order. En nu laat ik hem in de andere richting gaan. Kijk goed, hè. Dus laten we zeggen dat de markt helemaal keert. En laten we zeggen, hij gaat nog eens naar beneden. En dan gaat hij terug naar boven. En kijk nu goed. En nu natuurlijk, als die breekt langs de andere kant van het kanaal. Kijk, hè. Dan ga je onmiddellijk het alarm krijgen. Daar en ingestopt. Zie je dat? En als je nu verliest natuurlijk, ja. Dan verlies je klein, dat zien jullie, hoop ik, visueel toch. Dat is een centimeter risico dat je hebt, maar meerdere
centimeter potentiële winst. Als je dat op CFD's doet, dan is dat voor weinig geld. Doet je dat op futures, is dat voor meer geld. Doet je dat op aandelen, hangt het ervan af hoeveel stuks dat je neemt. Dus dat wordt in de coaching dan wel uitgelegd. Maar je moet er dus van uitgaan dat de worst case scenario is dat je 4 keer die open range verliest. Gebeurt, maar is zelden. Maar gebeurt. Ja. Dus je verliest 4 keer uw centimeter. Ja. En kijk, ik toon het nu nog eens, voor degene die het misschien niet goed gezien had daarnet. Kijk, als je die target haalt, gaat dan zien dat die stop opspringt. Dat doe ik niet, dat doet het platform. Hup, en staat er, zie je? En nu ga ik nog eens even een triade maken. Kijk goed, maak een triade. Hup, en die stop schuift op. Ja? Dat gebeurt full automatic. Kijk, hup, en die volgt altijd. Je ziet ook mooi op het platform, hier zie je ook heel duidelijk hoe hij mooi die stop volgt. Oké, goed. Ik zet dit even weg. Zo. En ik ga verder. Dus, dat zijn de twee mogelijkheden, volautomatisch of semi-automatisch. Ook is het zo, je kan het natuurlijk zelf instellen, en dan kom ik zelfs op met de instellingen, maar je kan zeer duidelijk, wat ik altijd doe, is ik verdeel mijn positie in 1/3, 2/3. Dat wil zeggen, ik verkoop 1/3 van mijn positie aan de eerste target en ik laat 2/3 lopen. Sommige van de traders doen 50-50. Ik ken er zelf die de eerste target uitgeschakeld hebben, die alles op de tweede gezet hebben. Dus daar heb je verschillende mogelijkheden. Maar ook dat wordt met tijdens het coaching sessies besproken. Dus inderdaad, mensen die deze strategie draaien, die krijgen het allemaal doorgestuurd van mij. Maar daar komen dan toch ook nog een aantal sessies aan te pas om de details, het money management, de keuzes die men kan maken, de hoeveelheid geld die men riskeert, wat men kan verwachten en zo verder besproken worden. Goed, we gaan verder. Dus dit hebben we besproken. Ja. Hoe dat we dit gaan bekijken, de open range opbouwen het eerste uur. We weten ook dat de waarde die we gaan instellen is, in dat geef ik u gewoon mee, is 5% van de open range van 60 minuten. Dus, ik kom terug naar mijn DAX. Dat was 68, is soms 65 ook. Wel, als ik 65, als ik daar 5% van neem, dat is ongeveer een waarde van 3. Dus ik stel daar mijn renkelwaarde in op 3. Heb ik bijvoorbeeld de mini Dow, daar kan ik u de waarde meegeven, dan is het een waarde van 95, bijna 100. Dus ik neem daar 5% van, ik stel de waarde in op 5. Zo natuurlijk ga je dat doen met aandelen ook. Dat zal ik u even tonen. Facebook is zo een waarde en dan kun je dat heel eenvoudig gaan omrekenen hoe groot je de kaarswaarde moet zetten om de strategie goed te handelen. Want voor de goede orde, al die technologieaandelen, Amazon, Google, Netflix en gaan zo maar verder, die zijn allemaal te handelen natuurlijk met deze strategie. En het is via een zeer eenvoudige calculatie dat elk kan zien hoe hij of zij het moet instellen. Ik kom daar even, ga er even zeggen, oh, dit gaat mooi, kijk. Kijk, ziet u wat hier gebeurd is? Dus hier hebben we nu eindelijk dat hij een richting kiest. Ja? En hier zie je dus, dat had ik met opzet gedaan, daarom toon ik het ook. Hier heb ik de semi-versie laten lopen. Dit is de semi-versie. Kijk goed, daar staat het woordje semi. Zie je dat staan? En nu kan ik het zelf, pak ik hem zelf vast en schuif ik hem zelf op. Zie je? Voilà. Eerste target is gehaald en nu kan ik hem zelf opschuiven. Dus hier heb ik zelf de... Ja. Bij de andere ging het volautomatisch. De ene heeft liever het ene systeem, de andere liever het andere. Ja? De DAX ben ik er ondertussen uit met €55 winst. Kijk hier, voilà.
En heb ik geen derde keer ingesteld, moest ik een derde keer ingesteld hebben, had het natuurlijk nog veel meer gegeven. Maar dus €50 winst voor deze sessie. Ja, het is ook zo, dat is een goede opmerking. Deze strategie handelt op beperkte tijdstippen. Dus het is vaak zo dat die strategie op, ik zou zeggen, dat kan natuurlijk zijn dat die enkele uren loopt, maar het kan ook zijn dat na een kwartier dat spel gelopen is. Hè. Dat is ook zo. Hè. Dat is goed, hè. Dan, dat, deze namiddag is er een nieuwe sessie. En bon. Dikwijls is het zo, als het snel gelopen is, dat het ook vaak in de goede richting gegaan is. Omdat targets gehaald zijn en dat je dan met een winst uitgestopt bent. Dus dat is wel een, vaak is dat een goed teken. Ik overloop nog even de strategie en dan gaan we naar de instellingen. Dus je gaat eigenlijk per instrument 1, maximaal 4 keer instappen. Je kan het semi-automatisch en volautomatisch handelen. Het zijn vaste en korte tijdstippen. Je moet niet voor je scherm zitten. Ik heb zelf ook even tijd nodig gehad om mij daarvan te overtuigen, want ik ben eigenlijk van nature niet zo'n volautomatische trader. Maar toch, dit ja, werkt gewoon goed. De regels, denk ik, zijn zeer transparant en de filosofie is zeer duidelijk opgebouwd. Het trade ja, management, ja, ik denk dat dat de meesten sowieso al gezien hebben, ziet overduidelijk dat je zeer weinig risico neemt om potentieel veel grotere bewegingen mee te nemen. Dus dit zit zeer goed. Ook de eerste feedback die ik heb van mensen is zeer positief. Dus er is ook geen grijze zone wat het positiemanagement aangaat. De trader weet op elk moment wat hij te doen heeft en vaak doet de platform het dan nog voor hem. Ik vind alleen dat de trader moet begrijpen wat er gebeurt. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, risk reward is volgens mij de grote, ja, het grote voordeel van deze strategie, want die is uitstekend. Indien je op echte topdagen, bijvoorbeeld gelijk gisteren, dan haal je daar risk rewards van 1 op 10 en zelfs meer. Ja. Dus dat zijn natuurlijk zeer mooie zaken. Goed, we gaan nu naar de instelling. En wat ik ga doen op de instelling is, dat ga ik doen op het platform. Hè. Dit heb ik natuurlijk op de PDF. Ik ga even met jullie in het platform de designer bar doorlopen. En ik ga dit zo doen op het platform. Dat is altijd beter. En ik doe hier de designer bar open. En ik zal alles dicht doen en ik zal het stapje voor stapje met jullie overlopen. Ja, kijk. Dus eerst en vooral, daar beslis je het trek, de rekening, wat het ordervolume is en natuurlijk de automatische status. Ja, dat moet je hier aanduiden. Deze strategie wordt meestal gehandeld met een veelvoud van 3. Sommigen doen het ook met 2 lots. Er zijn er ook die het handelen op futures, die de stap naar mini-futures gemaakt hebben, die in het begin om het risico niet te groot hebben, het samen ingesteld hebben op 1 lot met 1 target. Kan ook, want dat is meer iets voor de coaching. Maar daar stel je dat dus in. Hè? Hier. Ik doe dit weer dicht. Brackets, voor degene die nanotrader niet zo goed kennen, is eigenlijk waar de stops en de targets staan. Kijk, en dan zie je ook hier, de triaden stop staat daarin. En dat is een programmatie. En het enige wat je daar moet instellen is eigenlijk de delta. En de delta, wat wil dat zeggen? Dat is wat ik daar straks zei. Hoeveel ticks moet hem onder die triade staan als het naar boven is? En ik had gezegd, je neemt spread plus 1 tick. Dat is ongeveer iets ruim geteld. Aangezien we hier in de mini DAX zitten, is dit dus 3 ticks. Moest je zitten op DAX CFD, zou je daar moeten ingeven 30. Waarom? Omdat een tik op CFD 0,1 is. Ja? Maar ook dat, al die instrumenten zijn al vooraf geparametreerd. Eigenlijk moeten jullie dat zelfs niet meer doen, maar ik heb toch altijd graag dat de mensen begrijpen wat dat er gebeurt. Dit zijn programmaties van de targets. En daar staan de volumeratio's in. Wat duidelijk gezegd is van, kijk, volume ratio
één op de eerste target en twee op de tweede. Dat wil zeggen dat hij de platform zal altijd proberen de positie zodanig te verdelen dat 1/3 op het eerste target zit, 2/3 op de tweede target. Dus dit. Goeie vraag hier of daar backtesten op zijn. Ik heb alleen resultaten gekregen van mensen. Backtest is onmogelijk hier, om de doodeenvoudige reden dat je dus zit met een dynamisch money management en met verschillende targets. Maar ik bespreek die resultaten vaak met mensen individueel en dan licht ik wel een tipje van de sluier op. Maar het zuiver backtesten in het nanotrader platform, dat gaat niet. En ook, dat zeg ik er heel nog terloops bij, van het moment dat je backtest met kleine tijdseenheden of met bewegingskaarsen, met tickdata, dan moet je toch zeer voorzichtig zijn met de resultaten. Dit is, denk ik, ik weet niet of dat betrouwbaar is, eerlijk gezegd. Van het moment dat je zou gaan backtesten met grote tijdseenheden, hè, met een uur of op dagbasis en zo, dan denk ik wel. Maar op zeer kleine kaarsen zou ik er zeer voorzichtig mee zijn. Want de resultaten die we dan krijgen, die zijn vaak fenomenaal. Nu, ook al zijn de resultaten goed, wat wij zien soms op backtesting is er totaal over. Hier heb ik het zelf niet geprobeerd, omdat we met verschillende targets zitten. Goed, dus hier staat dit, hè, ingesteld. Dan tactiek. Dit is iets dat alleen ingesteld wordt op de semi-automatische versie. En dat is eigenlijk zo dat je en cours de route van je klikstop kun je dan een trailing stop maken, een WL-bar stop of nog een andere als je wil. Dus je kan eigenlijk tactiek tool, en dat is een zeer mooi tool in Nanotrader, gaan gebruiken voor de semi-automatische versie. Voor de volle automatische versie heeft dit geen belang. Dus dit laten we even weg. De filters, dat is heel belangrijk. Daar staan de tijden ingesteld. En daar staan twee tijden ingesteld. Blok en flat. Wat wil dat zeggen? Dat hier, zoals het hier ingesteld zit, dat vanaf 5 uur geen nieuwe posities ingenomen worden. Dit is ook zelden, hè? Maar het kan gebeuren dat bijvoorbeeld de markt helemaal terugkomt, hè, dat die vertrokken was in één richting en dan helemaal terugkomt in de andere richting, dat je nog geen 4 keer, allee, dat je nog geen 2 keer in die bepaalde richting gehandeld hebt. En dan kun je nog ingetriggerd worden. Nu, wij gaan ervan uit, na 5 uur doen we dit niet meer. En flat, hetzelfde. Dus wij sluiten posities op dat moment. Dus wij willen na 5 uur niet meer handelen. Ja. Voor de DAX. In Amerika zijn dat natuurlijk andere waarden, maar zo is dat ingesteld. Dus we willen echt vooral traden als de beurzen, de aandelenbeurzen, als die echt open zijn. Goed, dan. Indicatoren. En dan kom je eigenlijk tot de programmatie van die banden. En dan zie je bijvoorbeeld eerst en vooral de starttime. Wanneer begint, dat is niet wanneer beginnen we te traden, maar wanneer wordt het open kanaal opgebouwd? Oké, dat is natuurlijk in de voormiddag, staat dat op 8:59 uur. Ja? Zelfs over de aandelen in Amerika, daar hoort je meer over, maar in de voormiddag is dat 8:59 uur. Wat wil dat eigenlijk zeggen in nanotradertaal? Dat wil zeggen 8:59 minuten. En 59 seconden. Dat wil zeggen eigenlijk 1 seconde voor 9 uur. Ja. En dus dat is het moment waarop we beginnen. Dan zie je staan count bar 4. Dat wil zeggen dat er 4 WL-bars zullen gebruikt worden om dat kanaal op te bouwen. Dit is een waarde die ik een goed compromis vind tussen de range niet te klein te maken en niet te breed. Er zijn traders die ook daarmee spelen. Ik persoonlijk, zeker wanneer je CFD handelt, zou ik met die waarde starten. Met futures kun je je soms een kleinere waarde veroorloven, gezien de spreads iets kleiner zijn. Maar dit zijn volgens mij goede instellingen.
Long per day staat 2, short per day staat 2. Daar heb ik wel mensen die wat ervaring al hebben met het systeem, er ja, natuurlijk een groter vertrouwen in hebben. Ja. En die hebben die waardes opgedreven. Waarom? Omdat ja, je ziet duidelijk dat wanneer de markt gaat, ja, dan heb je een zeer gunstige situatie wat risk-reward aangaat. En dus zijn mensen die met deze waardes, die zullen verhogen. Target 1, target 2, dan zie je daar staan waarde 2 en waarde 10. Wat wil dit zeggen? De afstand waarop die gezet worden, die target, die is berekend op basis van het open kanaal. Dus, ik zeg maar wat, als het open kanaal berekend is op 15 punten, dan zal de eerste target staan op 30 punten en de tweede target op 150 punten. Dus die platform berekent automatisch de breedte van het kanaal en gaat die multiples vermenigvuldigen met die factor. Waarom op 2? Dit is vaak een spiegel. Als die op 2 ingesteld wordt, heb je vaak een risk-reward op de eerste target van ongeveer 1 op 1,5. En dat is heel gunstig. Waarom? Omdat dan heb je tenminste al een klein stuk van de winst mee. De stop wordt opgeschoven op break-even en dan laat je de rest lopen, hopend op een grote beweging. Ik vind het mentaal voor mensen zeer belangrijk om ook nu en dan eens een klein beetje winst van de tafel te nemen. Er zijn traders, inderdaad, die het systeem al wat beter kennen en die eerste target volledig weglaten en het systeem met de volledige positie laten lopen. Wat tot gevolg heeft dat men vaker in procent verliest, men verliest vaker, maar als wint, wint men veel groter. En normaal gezien heb je, als je dit op lange termijn gaat bekijken, is de som die je gaat winnen, zal groter zijn. Ja. Maar mentaal, voor vele mensen, is het gemakkelijker om toch al nu en dan eens een kleine positie mee te nemen. Je kan ook alarmpjes instellen hier, hè, messagebox, play sound, mail. Je kan het allemaal doen, kan dat instellen en dan krijg je op je telefoonnetje een e-mail als je het op de achtergrond laat lopen of als je aan je scherm aan het werken bent, krijg je een sound, een alarm waar je ingestapt bent en zo verder. Dus dat kan allemaal, zit er allemaal in. Er is geen een vraag over cumulatieve posities zijn, nee, die zijn er niet. Dus je zou dit kunnen doen, maar dan moet je op manueel overschakelen en moet je gewoon de controle manueel nemen. Dan kan het wel, maar het is dus wel zo dat, en dat is wel een goede opmerking, dat wanneer een markt ingetriggerd wordt en hij loopt een beetje terug in het open kanaal, maar wordt niet uitgestopt. En loopt dan terug uit het kanaal, dan krijg je een tweede alarm. Maar dan zit je vaak nog in positie van de eerste trade. En dan heb je eigenlijk twee alarmen gehad, maar één trade. Dus dat is een situatie, gebeurt soms, waar je in een toestand bent waar eigenlijk je twee alarmen hebt en waar je geen dingen. Oké? Okay? Dus, goed zo. Oké, dat waren de vraagjes. Kijk goed hier wat er gebeurt op onze positie, UK. En ik heb die er eens bijgezet en die krijgen ook alle mensen die dit nemen. Ik heb hem nu opgeschoven. Het is dat FTSE een zeer interessant product is in de voormiddag. Waarom? Omdat die niet sterk gecorreleerd is met de DAX. DAX is natuurlijk soort van leider, hè, ochtend. En als de DAX niet beweegt, dan gaat de CAC ook niet bewegen en dus de Eurostoxx ook niet. Maar bij de FTSE ligt dat wel anders. En daarom is het altijd mooi om bijvoorbeeld dat product in de voormiddag bij te nemen, omdat dat een beetje een leven op zichzelf heeft. In de namiddag natuurlijk heb je veel, veel, veel meer keuze. Dus dit zijn
Dit is eigenlijk de indicatoren overlopen, zijn allemaal geparametreerd, maar dan weten jullie tenminste wat er achter zit. En sommigen zullen zeker willen daarmee spelen. Wat ons nu brengt, wacht, zet het even weg, zo tot het volgende. Zo, dat hebben we. En nu gaan we even spreken over instrumenten. Dit is het voorbeeld van de DAO, dat had ik daar straks al vermeld. Die beweegt bijna 100 punten het eerste uur, hè? En wat natuurlijk zeer belangrijk is, en daar kom ik zelfs, daar gaan we mee eindigen. Wat zeer belangrijk is om te begrijpen is, en nu haal ik er eens wat andere instrumenten bij. Dit is Apple. Dit is Netflix. Dit is Amazon. Ik heb er zo al een vijftal gemaakt. En we gaan er nu samen ene maken. Nu, waarom zijn deze instrumenten zo interessant om te handelen? Heel eenvoudig. De volatiliteit of de ATR van het eerste uur van de tradingdag ligt bij die technologieaandelen aanzienlijk hoger. Dus bijvoorbeeld, en ik geef nu, en omdat ik natuurlijk die getallen in mijn hoofd heb, maar bijvoorbeeld als je naar de DAX gaat of als naar de Nasdaq gaat, wat op dit moment ons beste instrument is, op aandelen zijn we er 2 weken geleden mee gestart. Maar qua alle instrumenten op dit moment is de Nasdaq veruit het interessantste. Maar de Nasdaq beweegt ongeveer 55, 0,50 à 0,60% van zijn waarde het eerste uur. Bij de DAX is dat 0,53 of 0,50. Bij de Bund bijvoorbeeld is dat een slechte waarde. Waar is dat maar 0,14? Dus dat instrument de facto is niet zo interessant voor ons. Maar dan heb je die technologieaandelen. Dan heb je bijvoorbeeld een Apple of een Netflix of een Amazon. Dat is allemaal tussen de 0,80 en de 1,2. Dat wil zeggen, die instrumenten bewegen om en bij de 1% van hun waarde op 1 uur tijd. En dat is natuurlijk voor ons zeer zeer interessant. Neem hier nog een vraag. Wordt het open kanaal berekend op de ATR van de eerste 60 minuten of op de eerste 4 bars? Ik leg het nog eens uit, Patrick. De grootte van het kanaal, of wat de maximale grootte van het kanaal mag zijn, wordt bepaald aan de hand van de ATR van de eerste 60 minuten. Om dat te bereiken, weet ik, als ik 5% neem van die ATR van de eerste 60 minuten, dat ik nooit boven de 20% ga zijn. Ja? Dus, en ik ga het nu stonen. Kijk goed, hè. Ik neem Facebook. Ik ga die samen met jullie doen. Kijk, Facebook. Dat is gewoon simpel een minuten grafiek. En nu ga ik dat met een tool inzetten. Kijk goed, hè. Ik ga naar daar. Ik ga naar, daar staat onder proposals. Kijk goed, mensen, dat staat hier. Daar, dat is hem. Ja, ik laat het even staan. Hourly Volatility Histogram is gewoon een standaard ding, indicator, noem het hoe dat je wilt, die in het platform zit. En ik klik daarop en je ziet, dat is een uurgrafiek op 240 dagen. Daar. En je ziet hier dat in die uren dat je een volatiliteit hebt van juist 1%. En nu gaan we rekenen, hè. We nemen ons rekenmachine. Ik zal het een keer erbij pakken. Voilà. We nemen ons rekenmachine. En we zeggen, oké, dus de markt is aan 145 ongeveer, of 141. Maar bon, het staat nu wel heel laag. Maar laat ons zeggen 145. Ja. En daar zeg je van, daar wil je dan die fameuze 5% van nemen. Dus eerst natuurlijk moet je daar 1,45
is de beweging die je gaat doen. Hè. Dus 1% van 145, ja, dat snappen jullie wel, maal 0,01 is, dat is 1,45. Pas op, hè, mensen, dat zijn een hoop tics, hè. Dat zijn 145 tics, hè, op een aandeel. Oké? Goed, wat doe je daar dan mee? Je zegt, doe dat maal 0,05. Ja? Dat is 5%. Dus, als ik de waarde instel op 0,07, dan is die goed ingesteld. Dus wat doe ik? Ik zet dat weg. Ik pak een ander instrument. Eén dat ik bijvoorbeeld nog niet had. Ik pak bijvoorbeeld hier, ik zeg maar wat, de Mini Russell. Dat gaat er helemaal naast staan. Dat is helemaal mis ingesteld. Hè. Maar ik ga hierboven, kijk, en ik geef erin 0,07. En daar heb ik hem. Begrijp je? Zie je? En dan staat hij goed ingesteld. Je kunt ook onmiddellijk zien wat er gebeurd zijn gisteren. Gisteren gingen we effectief short. Gingen niet uitgestopt zijn. We gingen gewonnen hebben. En hier opnieuw gewonnen hebben. Zie je dit? Kijk, ik zal het even tekenen. Zien jullie dit? Dus dit ligt ook niet. Hè? Bon. Dus hier zie je een instap. En opnieuw. En ik heb dit met opzet gedaan, want hier zit een fout in. En dat wou ik. Ja, 240 dagen. Nu, als je wil, Piet, kun je dat meer zetten, minder. Ik moet eerlijk zeggen, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ja, je kan eens komen van de 0,07, kun je dan misschien eens vallen op de 0,08. Je ziet ook hoe fel in dit geval nu Facebook gedaald is. Bon, moest je dit 2 maanden geleden gedaan hebben, dan ging je misschien aan 0,08 of 0,09 uitgekomen zijn. Ja, maar dus je kan dit voor alle aandelen doen. Ja, dus ik zal zelfs er een paar andere voorbeelden tonen ook. Iedereen krijgt standaard gezien 5 mee. Ik zal er op termijn nog wel een aantal maken en doorsturen. Maar ja, het zijn de big boys die hier gehandeld worden. Liefst wel met grote volatiliteit, maar ook met kleine spreads. Dus er zijn bijvoorbeeld bepaalde aandelen die ik minder geschikt vind, omdat hun spreads te groot zijn. Ik geef maar een voorbeeld. Tesla bijvoorbeeld kan soms heel rare dingen doen. Dus je moet echt wel, daar moet je wel op letten. Maar afgezien daarvan, geen probleem. Hier zat, hebben we er vorige week uitgehaald. Daar hebben we lang op gezocht. Het is natuurlijk zo dat in Amerika is de volatiliteit om 3:30 soms extreem. Dat wil zeggen, daar liggen een hoop orders klaar bij de open en de markt, de mensen die een beetje ervaring hebben, die zullen dat al gezien hebben, die markt die springt naar alle kanten. Dus dit is iets, om dit uit te filteren, wat hebben we gedaan? Als we indexen traden in Amerika, dan staat hier, het zien jullie, 15 uur, niet 29, maar 15 uur 30. Dat wil zeggen, we beginnen 59 seconden later. Waarom? Om dat geruis, want dat is het eigenlijk, die extreme, dat op en neer springen, om dat te vermijden. Want dat heeft echt geen zin. Vooral op de Nasdaq, die echt zeer goed loopt, hebben we dit gedaan en halen we dit eruit. Maar voor de aandelen zijn we verplicht, en dit is ook al zo ingesteld, om dit op 31 te zetten. En de reden waarom dat we dit op 31 moeten zetten, is omdat we geen beurs hebben om 15:29. En het platform slaagt er niet in om dat te herkennen. Dus wij moeten nog een minuut later gaan daarvoor, want anders begint bij de marktopening het kanaal onmiddellijk op te bouwen. En dat willen we niet. Dat is te nerveus dan. Je krijgt dan, wanneer er een gap open is, krijg je verkeerde waardes enzovoort. Dat mag niet. Dus je zal zien dat voor aandelen is de waarde ingesteld op 15:31. En dat geef ik nu al onmiddellijk mee. Er zijn verschillende traders die, omdat ze die open volatiliteit niet altijd leuk vinden, dit handelen op 15:59.
Dus om 4 uur. Met, moet ik zeggen, heel goede resultaten. Dus u kan de strategie op aandelen, op Amerikaanse aandelen, in 2 tijdseenheden handelen. Je moet er maar naar kijken. Je kan het gewoon aanpassen, gewoon bekijken. En je ziet onmiddellijk wat het zou gegeven hebben. Ik heb echt, ja, mensen komen natuurlijk altijd met veel ideeën. Oh, maak dit even proper. Zo. Oké, is weg. Ik toon nog even andere instrumenten. En nogmaals, ik ben die niet speciaal gaan uitzoeken. Dat is From the Hip. Dit is Apple. En je ziet onmiddellijk, enfin, zie je intuïtief hoe dat gelopen heeft. Ja. Dus dit is iets dat zeer goed gedraaid heeft. Kijk, hier staat op 31. Zien jullie dit? Ja. Zo ingesteld. Hier heb je bijvoorbeeld één long gewonnen. Hier weet ik niet of je er nog zo in gezeten hebt, maar ik denk het wel. Een kleine opnieuw gewonnen. Deze heb je verloren. Zie je dit? Dit is een verliestijd. Wat ik zal even aanduiden. Kijk goed, hè. Ik kan dit onmiddellijk zien, hè. Dus dat is een winnaar. Dat is een winnaar. Die heb je verloren. Dus dat is een verliezer hier. Dat is een winnaar. Dat is ook een winnaar, een hele grote zelfs. Dat is een grote winnaar. Dat is een winnaar. Ja, dit ook. Een grote zelfs. Ja, gisteren was natuurlijk fenomenaal. Gisteren zie je nog tot waar hij uitgestopt is. Dus is tot daar gelopen. Kijk. Kijk naar de afstand. Kijk naar de proportie. Ja, daarom gaat het. Ja. En ook ja, een vraag, deze grijze zone is wanneer, bij de meesten zal dit misschien ingesteld zijn op paars of op groen en platform of op zwart, ik weet het niet, bij mij is dat grijs. Dat wil zeggen, op dat moment stopt het systeem met automatisch te draaien. Als je dan nog in positie bent, haalt hij je er automatisch uit. Ben je nog, hoe zal ik zeggen, hij zal ook niet opnieuw instappen. Ja? Goed. Prima, zover zijn we. Ik toon er nog een paar andere. Klein ogenblikje. Dit doe ik nog even weg. Zo. Ik had nog Amazon erin gezet. Voilà. Voilà. Zie je dit, hè? Kijk. Ja, ik zou zeggen, beelden zeggen meer dan woorden. En ik zweer het jullie, ben ze niet gaan uitzoeken. Hè. Ik wil gerust, iemand mag hier van mij nu gerust een aandeel noemen. Op de en ik zet het erop. Hè. Dus als iemand een technologieaandeel heeft nu en zegt van kijk, Wim, toon mij dan een keer. Ik wil het gerust doen. Hè. Doe dit ook vaak op seminars of bij de coaching. Bekijken we dit samen. Hier zie je bijvoorbeeld dat dit zijn geen superbewegingen op Netflix geweest. Ja, maar wel winnaars. En zelfs 2 keer na elkaar. En hier om 16:14 uur, dan heb je verloren. Kijk, dat zie je heel duidelijk. Kijk, dit is een winnaar. Dit is ook een winnaar. En hier heb je verloren. Deze short. Deze short is hier uitgestopt. Dus heb je dit verloren. Zie je? Voilà. Dus zo werkt dit. Hoe kunnen jullie dit handelen? Dat is heel eenvoudig. Ik stuur jullie die informatie wel door via mailtje nadien. Mensen die de 0800 strategie al hebben. Uiteraard is er een speciaal aanbod voor deze strategie. Al deze studies, parameters, instrumenten worden doorgemaild. Zeer gemakkelijk om te installeren. Dat gebeurt. Ik zal dit nog, want dit was geloof ik de laatste slide die ik erin gezet had. Waar staat mijn presentatie? Even kijken. Zo. Ja, ik heb zoveel spullen hierop staan. Momentje. Ik vind hem niet onmiddellijk. Ah, hier is hem. Voilà. Zo. En dus die tools worden, de tekstfiles gaan in Express en de stub
Of disfiles gaan in de default disfile van Nanotrader. Gewoon een refresh en dan draait dit. Lukt dit niet, dan doe ik dit wel voor jullie via TeamViewer. En dan volgen er ja, één of twee coaching sessies om een aantal dingen in te stellen. Het is vaak ja, zeer eenvoudig, moet ik zeggen. Absoluut niet moeilijk. Waar het vooral om gaat, is dat er een bespreking moet komen met de deelnemers, kandidaten, traders, over kijk, wat ga je nu handelen? Welk risico kun je aan? Kijk hoe groot je positie moet zijn. Als je 3 keer naar elkaar verliest, dan moet je, maar iets, hè, als je $150 of €150 verloren hebt, dan moet je daar ook tegen kunnen. Dan ga je de volgende dag ook wel een keer 300 winnen. Maar dus het gaat bij traders vaak ook om bedragen. En men moet zich familiariseren met die bedragen. En dan kan men met zo'n strategie ook op automatische basis zeer goed leven. Dus ik ben altijd ervoor om klein te beginnen en het dan naarmate het vertrouwen loopt op te bouwen. Meer en meer mensen natuurlijk nu op die aandelen. Ook daar heb ik hopelijk binnenkort nog wat nieuws. Maar dit is natuurlijk iets dat zeer goed werkt. Mensen volgen het nieuws. Mensen volgen wanneer er kwartaaldata uitkomen en gaan in functie daarvan natuurlijk deze strategie activeren. Ik zou zeggen, ik denk dat ik voor vandaag rond ben. Ja, blijf mij om jullie nogmaals te bedanken om zo talrijk aanwezig te zijn op een dinsdag voormiddag. Jullie kunnen mij altijd contacteren via de website, via mail, telefoon of Skype. En ik zou zeggen, ik wens jullie allemaal nog een zeer leuke dag en hopelijk tot binnenkort. Dag.